Briefing. You're arriving, Augsburg. Please load your passengers and go to Munich. Your train is 5 minutes delayed. And can you arrive Munich punctually? Punctually? On time. You will see. AFB. 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 Let's see, is it on line speed of 80? Elze Bay, PZ Bay. Oh, wrong one. Ah, that's better. Eventually, yeah. Ja, ik weet wat het betekent, maar ik kon het even niet kwijt spreken. No problem. Ik ga het ook wel even op zijn Nederlands zeggen, want het is volgens mij bij een Nederlands krijgvax. Je aanwezigheid en de follows is ook al heel wat. En als je al gezellig aanwezig bent, doet mij ook al heel wat. Alle beetjes helpen, zeg ik altijd maar. Oeh, dubbele IC2. Nice. A little bit fucky outside. Also using the Armstrong Powerhouse tracks. Not sure if I also had the weather in this case. Except for that, it's nice. DJSB, good evening sir. And welcome with 30 party hypes. Dankjewel voor... Oh, dankjewel. I'm gonna say it in Dutch. Dankjewel voor je support. thank you very much for your support. Really kind of you. We appreciate it. And good evening as well. And welcome in Augsburg. So, how are you doing today? That's one off. Alright. Let's go. Right, let's go to 80. They're working. Oh, really? En David gooit er ook nog even 99 frikkertjes tegenaan. Jawel. Even de 100. 80 bedoel ik. Hij is gewoon David. Yes. 99 frankertjes, TS19 hype met een, de Global Bridge Entertainment dingen. Ja, het is een snauwtje bij hun. Ik weet niet of er onderop in zit, gaat er maar niet van uit, want het kan nog wel de Swissler ben. Which pack that is? This is the Munich Augsburg ICE pack by Global Bridge Entertainment. And this is actually part 2. There is also part 1. And that's actually, I believe, on another route, but I'm not sure, actually. Or it's just another journey. Not sure about that. Alright, 120. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im InterCity Express. Wir begrüßen die in Augsburg zugestiegenen Fahrgäste im ICE 1153 auf der Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen und wünschen Ihnen Reise. Dieser Zug hält unterwegs in München, Hauptbahnhof, Tutzing, Murnau, Oberau und schließlich um 14:51 Uhr in Garmisch-Partenkirchen. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie im ersten Zugteil in den Wagen 37 und 36 sowie im zweiten Zugteil im Wagen 27 und 26. In beiden Zugteilen befindet sich jeweils im Wagen 35 und 25 unser Bordrestaurant. Dort erhalten Sie ein reichhaltiges Angebot an Mittagessen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass ein Wechsel zwischen beiden Zugteilen während der Fahrt nicht möglich ist. Nee.
Fuck you. Wir haben den Bahnhof Augsburg mit einer Verspätung von ca. 5 Minuten verlassen. Grund für die Verspätung war eine Weichenstörung im Raum Würzburg. Wir werden Sie rechtzeitig über die Anschlusszüge in München informieren. Wenn Sie Fragen haben, helfen mein Team und ich Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Yeah, these activities are going to do. So we're leaving Augsburg with a delay of 5 minutes. And our job is to get on time in Munich. Time planned is actually 12:55. I think we're gonna make it, so it will be okay. 101 with an intercity. Lovely. Ja, zeker. Dit is wel een van de wat oudere treinen, moet ik zeggen. Ja. Ik kwam er tegen, ik had zoiets van, weet je wat, laten we eens even weer lekker erbij pakken. Dat was ook weer even geleden dat we met de twee hadden gereden. Oké. Ja, LSB moet je bij sommige gevallen wel apart aanzetten dan. 111, 111. Der Lokführer bittet den Zugbegleiter im ersten Zugteil freundlich um einen heißen Kaffee. Ich wiederhole, der Lokführer bittet den Zugbegleiter im ersten Zugteil freundlich um einen heißen Kaffee. Vielen Dank im Voraus. Nein, ich will nicht eine Kaffee. Ich will eine Cola. Hm, ich habe das auch. Oh, funny. Ich mag eigentlich wieder Dacke durch. Lovely. Ja, precies. Het ligt een beetje aan welke lok je op dat moment rijdt, Timo. In dit geval was het iets van Shift-Enter is één ervan. Control-Enter is er één en Control-Numpad Plus of Shift-Numpad Plus. Iets in die geest, in deze variant. Ja, precies inderdaad. Nou ja, het zou me niet verbazen als daar nog wel wat gekkere dingen voorbij komen, hoor. Dus oh. Is het wel slim als ik even de snelheid omhoog zet. Ai, 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 ai. Nog van iets meer dan een week geleden dat er drie letjes snijden dat misschien geschreven. Ja, 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 inderdaad, dat weet ik inderdaad nog wel, ja. De Vink! Pak Champ Hype! Eet het al 100 frankertjes en 100 parties? Ik ga ervan zijn, tussen was weer een hele leuke en een fijne avond. Tot de volgende stream. En veel plezier nog met de stream en kijken. Veel kijkplezier voor de chat. Zeker. Dankjewel, De Vink, voor die support. Dankjewel. In ieder geval, slaap lekker voor zometeen. En graag tot, tot morgen bij de farm, natuurlijk. Ik weet het niet, Rob. Ik heb er zelf niks aan veranderd. Dus als het default is, dan zal het waarschijnlijk wel AP zijn, ja. Ik denk het haast wel trouwens, als ik het zo bekijk. Nee, optrekken gaat dat ding echt niet snel, nee. Oeh, De Vink. Heeft een nieuwe badge verdiend met de bitches. Nice. Zeker.
In ieder geval zeer mooi, de Wink. Mooi, mooi. Ik weet niet of hij het nog net toevallig heeft meegekregen, maar mag je nog een mee hebben gekregen. Zeer mooi. Stop hij nog in Pasingen? No, we not stopping in Pasingen. Ja, sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Leider hat unser Zugbegleiter sein Mobiltelefon verloren. Oh, echt? Wir bitten Sie, wenn Sie ein Mobiltelefon finden, ein herrenloses Mobiltelefon, dieses Bordrestaurant des jeweiligen Zugteils abzugeben. Das Mobiltelefon ist wichtig, da sonst keine Anschlusszüge vorausgebildet werden können. De vorige keer hadden we ook al scenario, was je boek al kwijt. It's actually really funny because I think two or three weeks ago we was also driving a scenario by a Global Bridge Entertainment and he was also talking about it, that he was lost his mobile phone. And now he's ready, he lost it again. Come on. Oh, nee, niet echt. Wie wil er nou de V250? Ik wil een V200 en een V100. Dat wil ik. Straks is die batterij ook nog kwijt. Ja, precies. Ik weet niet 100% zeker in dit geval koplopen. Maar het zou me niet verbazen, eerlijk gezegd. Als dit standaard weather is, dan kan het goed zijn inderdaad dat het... maar het kan ook SAD zijn. Ja, beide kan het. Ja. Maar sowieso, de Armstrong Powerhouse en de SAD zijn gewoon... sowieso gewoon must-have... voor wedders. Ik heb voorheen deed ik zelf nooit iets veel met wedder. Maar sinds die Amsterdam Powerhouse. Oh, wauw. Dat wedderpack en de trackpack is. Oh, great resin. Alright, slow down to 200. Oh, whoa, whoa. Yeah, that's enough. Another nice detail is on the German Railform site, there's some guy that worked on a reload version of this route with modern details like the 3D overriding systems, better scenery added as well, DB tracks. Almost VR tracks, I'm not sure about that, the last part, but he's working on an update for this. I'm really, really looking forward to that. Don, een zeer fijne avond nog. Slaap lekker, joh. Leuk dat je er was vandaag. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En allicht tot morgen natuurlijk. In ieder geval van nu. Slaap lekker, joh. Ah, what a wonderful cargo. Ah, dat kan niet. Zo. David! 319 frankertjes!
Er zijn ook wat bitches voor je en er is ook weer een ESD 2 update. Nou, ik heb wel gezien dat er de Washington DLC is aangekondigd, maar voor de rest heb ik eigenlijk nog niet echt iets meegekregen, heb ik gezegd. In ieder geval, dankjewel David voor de 319 frankjes. En back to 200. In ieder geval, dankjewel. Ja, ik zal het ook even op het Nederlands zeggen. En in Duitsland is er een gast op het Duits forum bezig met een update voor deze route. Dus echt met 3D bovenleidingen erbij. Extra scenery erbij aangesloten. Daarnaast natuurlijk ook. Ik dacht DB Tracks of VR Tracks. Niet 100% zeker welke van die twee. Ik moet zeggen, ik heb hier en daar wat foto's gezien en het zag er ook behoorlijk uit. Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten nogmaals om Ihre Aufmerksamkeit. Der Zugbegleiter bedankt zich bij de Fahrgästen, die das Mobiltelefon gefunden und abgegeben haben. Nur leider fehlt jetzt noch der Akku. Ja, inderdaad. Robby mag het niet meer zeggen voor een keer. Of laat ik zo zeggen, je mag het niet meer raden voor een keer. Zo, nou, they found the mobile phone, but they lost the battery. Ik heb toch niet toevallig dit scenario ook laatst gespeeld, of En David, je hebt trouwens ook een nieuw badge, zie ik. 5000. Nice. De eerstvolgende zal je waarschijnlijk bij de 10.000 krijgen. Dat is halverwege. Nee, oké. Dat is wel heel typisch dan inderdaad. Of was het gewoon een willekeurige gok? Surprise me that he actually slowing down pretty early actually. Oh wait. 1.3 kilometers, 1.2. I think he found his battery. Let op, volgens mij gaat hij zo zeggen dat hij zijn batterij heeft gevonden. Mark my words. On 60. I was wrong. Helaas, ik had verkeerd. Alright, 100 upcoming. About 9 kilometers. En de dames en heren, die accu is teruggevonden. Ja, precies. Martijn, fijne avond joh. Slaap lekker. Leuk dat je er was. En natuurlijk, tot de volgende keer. Trouwens ook dat het pas 9:45 is, eerlijk gezegd. Het verbaast me eigenlijk. Ik voelde al dat het later was, maar dat is het toch niet. Dus het kan zijn dat ik misschien daar nog even een klein bonus scenario bij gooi. En ik heb al een idee wat we misschien kunnen doen.
Het heeft iets met Nederland te maken. Maar ook met Frankrijk. Right, run 60. Nee, Kevin, we rijden met de IC2. Oh zo, nee. Was wel een goeie geweest trouwens. Dat wel, maar nee, dat niet. Not stopping at Pasingen. Pasingen, sorry. Precies. Meteen naar 90, dus nou ja, 120, maar goed, dat heeft natuurlijk niet veel zin. Ben een beetje laat. Ja, ik op het laatste moment even afremmen. Bijna een keuring, keurig op bestemming. Jazeker! Ik ben een beetje aan de late kant, maar we hoeven pas om 58 te zijn, dus het is doable. Voorbij vliegen, maar ik zag niks. Zo. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir München Hauptbahnhof, voraussichtlich am Gleis 14. In München besteht noch Anschluss zum Regionalzug nach Bayerischzell mit Zugteil nach Langbries und Tegernsee, Abfahrt 13.05 Uhr aus Gleis 34. Zur Regionalbahn nach Mühldorf in Oberbayern über München Ost, Markt Schwaben, Abfahrt 13.07 Uhr am Gleis 5.
zum ALX Schnellzug nach Immenstadt mit Zugteil nach Oberstdorf, 13.19 Uhr aus Gleis 27. Zum Intercity Express Richtung Hamburg Altona über Ingolstadt Nürnberg, Abfahrt 13.20 Uhr aus Gleis 23. Regionalexpress nach Passau Hauptbahnhof über Freising, Moosburg, Landshut, Abfahrt 13.24 Uhr aus Gleis 24. Zum Weltjet nach Budapest über Salzburg, Linz, Wien, Abfahrt 13.24 Uhr am Gleis 12. Zum Intercity Express in Richtung Düsseldorf, 13.28 Uhr aus Gleis 15. Zur Regionalbahn nach Nürnberg Hauptbahnhof über Dachau, Petershausen, Ingolstadt, Abfahrt 13.29 Uhr aus Gleis 20. Und zur Regionalbahn nach Seefeld in Tirol über München, Pasing, Tutzing, Murnau, Abfahrt 13.32 Uhr aus Gleis 28. Sowie zum Eurocity nach Verona, Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, Abfahrt 13.38 Uhr aus Gleis 13. Sehr geehrte Fahrgäste, wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aus und umsteigen, und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in München bzw. eine angenehme Weiterfahrt. Bitte beachten Sie, dass der vordere Zugteil mit den Wagen 31 bis 37 in München abgestellt wird. Ich wiederhole, der vordere Zugteil mit den Wagen 31 bis 37 wird in München abgestellt. Der hintere Zugteil mit den Wagen 21 bis 27 wechselt die Fahrtrichtung und verkehrt um 13 Uhr 8 weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Bitte achten Sie in München auch auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen und lassen Sie beim Aussteigen keine persönlichen Gegenstände im Zug zurück. Nein. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. So, laten we even 40 gaan houden, zo meteen naar 36. We gaan aankomen op spoor 14, zie ik. Rammelt, rammel. Ik denk, rammelt wel altijd lekker, moet ik zeggen. En weer terug naar rechts. Makes sense. Ja, nou, je moet altijd rekening houden dat het dus 30 al eerder ingaat dan dat hij op de map aangeeft. Soms wel best wel tricky, eerlijk gezegd. Zo. Ja, dat sowieso ook. Maar de 30 staat trouwens niet op een sign aangegeven, hè? Als dat maar gaat passen. Nee, dus. Ik vind hem aardig goed gelukt, is dus top. Ah, pas perfect. Niks meer aan doen. Hij is wel mooi.
So. Nice, nicely done, Franz Kutzmann. Nice, nice. And are we on time? One. Well done, you have completed the scenario successfully! Nicely done!